Hoe is het met jou? Ja, gaat beter. Ja? Ja, mijn gipsschoen is vandaag afgegaan, dus gaat weer goed. En wat was er nou precies? Nou, op zich was het een gunstige breuk. En met injectie wat minder op het veld door de week trainen kon ik gewoon doorgaan. Alleen zou ik mijn herstel zeg maar uitstellen tot de zomerstop. Alleen tegen Zwolle kreeg ik toch flinke pijn in de rust, ondanks dat ik die injectie had in mijn teen. En toen ik mijn schoen uitdeed in de rust, zag het er niet best uit. Dus ik had gezegd van laten we maar stoppen. Utrecht had een paar lastige weken. Nou heb je gisteren waarschijnlijk ook gezien. Wat doet dat met die groep? Wat merk jij daarvan? Ja, dat geeft een enorme boost. Ook natuurlijk voor tegen Twente thuis straks. Dat doet alleen maar goed. Hoe is het om dan toe te kijken? Ja, moeilijk. Zwaar. Maar ik ben blij dat we de 3 punten hebben. En ik denk dat het op dit moment niet zo heel veel uitmaakt op wat voor manier, als je ze maar pakt. Oké, Twente. Laatste wedstrijd. Die heb je wel gespeeld, maar die wil je denk ik snel vergeten. 6-0. Ja. Ja, nee, ik was hem al vergeten. Ja. Nee, daar wil ik niet meer over nadenken. Nee. Twente is wel een tegenstander die je natuurlijk vaak hebt gehad het afgelopen half jaar, zeg ik. 3/4 jaar met die play-offs toen. En toen was eigenlijk dat Utrecht wel zou winnen. Hoe anders is dat nu? Ja, we zitten natuurlijk ook al in een moeilijke positie waar we de punten moeten pakken. En Twente, dat zie je ook weer gisteren, had toch weer een 2-2 eruit op het laatste moment. Dus het wordt gewoon een lastige wedstrijd. Maar ja, als wij gewoon net zoals gisteren gewoon alles geven, het moet gewoon goed komen. Wat maakt Twente zo lastig op dit moment? Ja, hun aanval is natuurlijk supergoed. Tadic, Promes, Castaños. Dat zijn allemaal jongens die uit het niets een goal kunnen maken. En dat moeten wij zien te voorkomen. Hoe denk je dat Utrecht tegen FC Twente zal spelen? Zal ze tegen Ajax een beetje misschien laten komen en dan eroverheen? Of gaan we echt zelf een spel maken? Nou, ik denk dat we gewoon hetzelfde inderdaad als tegen Ajax erin moeten gaan. Gewoon laten komen en gewoon wachten op ons moment om dan op het juiste moment wel te voetballen. Maar ja, ik denk in de positie waar we nu staan moet je niet verwachten dat wij zullen heersen. Natuurlijk zullen we dat wel proberen en willen, maar het is maar net hoe de wedstrijd loopt. En het belangrijkste is voor ons gewoon om punten te pakken. En nou mag je gaan voorspellen hoeveel het wordt en voor wie? Dan gok ik op een 2-1 in de laatste seconde voor ons. Wie mogen ze maken? De Ridder, Jens. Iedereen zegt niet de Ridder en Jens. Lekker veilig is dat, hè? Ja, Johan dan.